Ja, het lijkt eigenlijk aardig wat op turnen. Het lijkt eigenlijk wel een beetje op turnen. Ja, ik vond alles leuk wat te maken had met turnen, het schroeven, salto's maken. Met de salto's maken en de schroeven. Alleen blijf je nu op je plek en je gaat de hoogte in. Dat vind ik natuurlijk geweldig. Wat dit nog wel wat leuker maakt voor mij is dat je ook nog eens de hoogte in kan gaan. Ja, heel vaak zijn natuurlijk of je nou broer bent of niet, hebben mensen gewoon verschillende smaken. En vanaf kind af aan hadden we eigenlijk al dezelfde dingen die wij wilden doen. Je bent eigenlijk elkaars concurrent, ook je bent elkaars trainingsmaatjes en ook broers tegelijkertijd. Dus het is eigenlijk alles in één en dat maakt het ook zo leuk. Al gauw toen ik begon met springen, toen werd ik samen met mijn broer eigenlijk elk jaar al Nederlands kampioen. Nou, synchroon is in 2004 op de jeugd EK eerste geworden met mijn broer Orlando. Het was een hele mooie prestatie voor ons. En verrassend werd ik op dezelfde jeugd EK werd ik tweede individueel. Ze zagen eigenlijk al heel snel dat wij hier ongeveer even hoog sprongen. En meestal worden synchroonparen eigenlijk gekoppeld aan mensen die ongeveer dezelfde stijl hebben. Of ongeveer even hoog springen en we hadden eigenlijk allebei. En daarom gingen ze ook proberen om ons schoon te laten springen en het te doen. Ja, het moeilijke was vooral aan het begin. Toen was ik degene die op dat moment hoger sprong. En het moest gaan zoals ik het wilde. Dus om eventjes te laag naar kon ik het al niet hebben. Behalve dat, op het moment dat ik geblesseerd raakte, moest hij dan gewoon springen met een ander. Want hij moest natuurlijk gewoon normaal door kunnen trainen. Ik lag zo goed als 3 jaar uit. Het begon met een blessure aan mijn schenen en aan mijn rug. En de fysio zei dat ik wat rust moest nemen. En het begon met 3 weken rust. Als topsporter ben je niet gewend zo lang rust te nemen. Ik bedoel, ik had nooit langer dan 2 weken zomervakantie. En dat was het langste tijd. Dus ik accepteerde het niet, dus ik ging gewoon doorspringen. Vervolgens, pijn werd erger. De fysio zei, het rustmoment moet langer worden. Het werd 3 maanden. En weer luisterde ik niet en ik luisterde niet naar mijn lichaam en naar iedereen om me heen. En uiteindelijk werd het van kwaad tot erger. En toen lag ik eruit. En in die tijd, trainen ging niet meer. Dus ik werd ook nog, bleek dat ik een liesbreuk had. Dus daardoor lag ik ook weer wat langer eruit. En daardoor was ik gewoon echt zo goed als 3 jaar gewoon helemaal weg. Ik heb in eerste instantie zoiets van, ik zag hem vooruit gaan. En daar was ik natuurlijk heel erg blij mee. Het was voor mij wel moeilijk omdat ik wist dat ik gewoon weer opnieuw moest gaan beginnen. Ja, uiteindelijk had ik zoiets van dit kan zo niet langer. En heb ik op een gegeven moment ook gewoon een periode gehad dat ik gewoon eigenlijk niet over het springen en het synchroon wilde praten.
En dat gewoon zeg maar eigenlijk buiten huis wilde houden, zodat eigenlijk de band tussen mij en mijn broer wel gewoon normaal zou blijven. Gelukkig, want we hadden ook wat ruzietjes gehad, omdat ik gewoon heel graag wilde dat hij gewoon weer snel op niveau kwam. En ja, dat gaat gewoon niet makkelijk, je hebt gewoon de tijd nodig. En ik pushte hem eigenlijk meer doorheen. En dat is eigenlijk nooit goed. En uiteindelijk heb ik het gewoon zo gedaan dat het gewoon op zijn tempo. En ik heb hem gewoon op mijn manier gemotiveerd. Door juist heel veel aanwijzingen te geven, heel veel feedback te geven. Ja, en op een gegeven moment werd hij beter. En toen merkte ik ook dat het springen bij hem ook makkelijker ging. En kon ik weer zeg maar een stapje terug doen. En dat ging bij hem weer een beetje vanzelf. Ik heb zeker twijfels gehad. Ik heb zelfs een moment gehad dat ik zoiets had, nadat ik net weer was begonnen te springen, van ja, het gebeurt gewoon niet meer. Het werd maar zwaarder en ik werd er op een gegeven moment bijna verdrietig van, omdat ik zoiets had van, ik red het gewoon niet meer. En zoals hij al zegt, op mijn tempo heeft hij mij uiteindelijk weten te steunen ook. Mijn trainer heeft het gedaan en iedereen waarmee ik trainde. En dat heeft mij uiteindelijk gewoon echt gewoon weer, laten zeggen, weer terug laten komen. En vooral ook gewoon omdat hoe het op mijn tempo is gegaan. Ik hoefde me niet te overhaasten. En daar heeft iedereen rekening mee gehouden. De wedstrijd, dat was NK 2009 in Rotterdam. Dat was heel erg zwaar verlopen. Ik heb mijn oefeningen met moeite eigenlijk doorgesprongen. En zelfs geen finale plek toen gehaald. En sinds in 2010, dat was onze eerste World Cup weer. En tevens volgens mij ook onze eerste wedstrijd waar we synchroon sprongen. Ja, en daar hadden we een finale plek gehaald. In de finale, we werden uiteindelijk 6e of 7e. Maar het was geen makkelijke weg. Ik probeerde aan zijn hoogte te tippen, maar dat ging niet. Dus dat ging vrij moeilijk. Ik had toen een periode dat ik daar vaak ook boos over kon worden. En naarmate we meer gingen oefenen, ging het eigenlijk steeds beter. Nu gaat het eigenlijk nog steeds. Ja, best wel goed. De World Cup die we in Portugal hadden gewonnen, dat was ook echt ons hoogtepunt. En op die wedstrijd waren we ook allebei gewoon echt heel goed in vorm. En dat proberen we gewoon nu nog steeds gewoon aan te houden. Ja, er zijn genoeg broers die trampolines springen en samen dezelfde dingen doen. Alleen er zijn momenteel twee jongens uit Amerika, de gebroeders Glückstein, Jeffrey en Steven Glückstein, die eigenlijk sinds dit jaar gaan proberen synchroon te springen. En ik heb altijd natuurlijk de oefeningen van mijn broer en mij teruggezien en het is wel hartstikke mooi om te zien. Maar ik was ook altijd benieuwd hoe het was om ook andere broers in synchroon te zien springen. En ik hoop dat zij natuurlijk ook door blijven gaan in synchroon springen. En dat ik dat dan ook kan zien hoe zij dat maken. Yes, so this will be our first year competing synchronized together. It's good, some days it's hard, because we're so competitive. But a lot of days it's good because it keeps us working hard. If someone does something really well, the other one wants to do it even better. Of jij wint, of ik win, en de prijs gaat gewoon mee naar huis. The worst moment was probably last year. It was 2012. There was only one Olympic spot, so it was a very emotional season for both of us. Both wanting to have that one spot.
but only one of us could actually get it. There's three Olympic trials, and the first two, I ranked first and my brother ranked second. So it was very close, and the third trial was worth the most points. So whoever won the third trial would go to the Olympics. You know, this was hard for me, especially being the one who earned the berth at the Olympic test event. And of course I wanted it so bad, but I trained with my brother and I always want the best for him as well. So it was an emotional roller coaster, because some days I would be happy, you know, because I'd do so well, but then I'd remember that I wanted my brother to do as well as again. I was up and down all over the place. It was very stressful, very emotional. Going into the last trial, knowing it was so close, just adding on to what he said, we both want the best for each other, and it's a very emotional sport, knowing that the last trial came down to one routine and one routine only. It really put the pressure on both of us. Op dat moment ben je eigenlijk echt elkaars rival. En ik denk dat het voor hun gewoon echt heel moeilijk geweest is. En vooral gewoon het feit dat hun het allebei wel verdienden. Ja, bij hun was gewoon op dat moment dat, dat Steven dus net de betere springer was. En ik denk dat stel dat bij ons het ook zal gebeuren. Dat het voor ons ook net zo moeilijk zal zijn dat de betere springer op dat moment zal winnen. I think synchronized is growing as well, and I think the IOC has seen a little bit of the synchronized trampoline, and I think they're very interested, especially with so many people enjoying synchronized diving. I think synchronized trampoline is going to be coming to the Olympic Games pretty soon. Ja, het is lastig, want ja, je weet, zeg maar, je doet het natuurlijk voor jezelf en voor je partner. Alleen je weet dat er geen Olympische Spelen eigenlijk is. En omdat dat eigenlijk zeg maar meer onze sterke punt is, is het best wel lastig. Ik ga die hoop nooit opgeven. Ik bedoel, ik hoop net als alle andere sporters die ook synchroon springen, dat synchroon springen natuurlijk Olympisch wordt. Yeah, that would be a dream come true to compete with my brother instead of against my brother. Competing against him is very tough, but competing with him is one of the greatest feelings, because you know you're not up there alone. You have someone with you, and you know who better than your brother. So that would be a dream come true if we could both be competing, you know, side by side in the Olympic Games. Before, individually, we have to block each other out, like we're not brothers anymore, we're competitors. But now, we do have that bond, we share that bond, so it's something special. So not everybody in the world gets to say they jump with their brothers, except for the Götschin twins. They are such an amazing synchronized pair, and I think it is because, you know, they're twins and they have that connection already. And unfortunately they haven't had their shine yet, but it will come for sure. And I'm excited to bring some more brothers to the sport, and maybe we can give them a run for their money. Als we de kans krijgen om zeg maar ook op dan een Olympische Spelen te mogen deelnemen met synchroon, dan, dan gaan we er zeker voor. En dan laten we ook gewoon zien waarom dat ons sterke punt is. En
Ja, dan gaan we natuurlijk extra hard voor trainen, want dat is gewoon wat elke topsporter wil, gewoon een doel behalen. En als dat de Olympische Spelen is, dan zal dat het ook zijn. Work hard or go home.